sorry. We zijn er alweer. Oh, steken. Ja, we zijn al begonnen. Oh, we zaten nog even een oude uitzending terug te kijken. Ook belangrijk namelijk. Wat we hier aan doen zijn met topnemers. Welkom. Iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. De Nieuwmarkt is vervolgverhalen maken. En we zaten nu een klein beetje. Misschien kan je dat erbij trekken, Bas. Dit scherm van Stekel. We zaten onze eigen haren even een beetje te bekijken. Ja, dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden, man. Godverdorie. Ik dacht zelf, welke pruik heb ik op? Maar bij jou geldt er ook wel van... Ja, en die bril. Die had je... Ja, dat was mijn, Elvis Costello. Ja, jij was er toen ook. Ja, en ik was even kaal als nu. Dus wat dat betreft is dat... dat is veranderd. Ja, hey, maar de kop was destijds raar dat klanten op een website op zoek moeten naar service. En het intro was met een achtergrond in callcenters en spraakherkenning. Begon Dirk-Jan Dokman in 2005 de self-service company. Wat doe je nu? Ik ben er nog steeds mee bezig, maar met wat andere activiteiten samengevoegd. We hadden 5 jaar geleden waren we de Webcare Company gestart. Wat alles was rondom klantcontact via social. En wij hebben dat sinds vorige week omgevormd naar één bedrijf. Wat we de CX Company noemen. CX staat voor Customer Experience. En eigenlijk doen we daar alles rondom digitaal klantcontact. Dus geef eens wat voorbeelden. Wanneer komen jullie in beeld? Als je praat over digitaal klantcontact. Dus, ja, dus als dus, ik een mailtje dus, stuur naar een bedrijf. Ja, wij raden misschien zometeen bedrijven aan om e-mail ongeveer uit te zetten en dat te vervangen voor chat. Maar als je wilt chatten met een bedrijf, dan kunnen wij de technologie leveren. Dan kunnen wij ook de mensen regelen die chatgesprekken doen. We kunnen zorgen dat mensen niet hoeven te chatten, maar volledig automatisch een antwoord krijgen op een vraag. Ja, dat was de vorige keer onze onderwerp, drie jaar geleden alweer. Dat was de vorige keer. De self-service company, de bot die tot op grote nauwkeurigheid mensen al heel gepersonaliseerd konden helpen om een vraag beantwoord te krijgen. Ja, en die technologie heeft zich dus even wel drie dingen door. Dus technologie, dat is eigen technologie die in staat is om die klantvraag te beantwoorden. Ik zal zo meteen nog wel even vertellen hoe dat ontwikkeld is. Services, consultancy rondom... Nou, noem het even digital first klantcontact. En de implementatie van technologie en dat soort zaken. En we hebben inmiddels een outsource afdeling. En wat wij noemen een customer engagement center. Waar wij digitaal klantcontact live afhandelen. Daar doen we webcare. Of in opdracht van anderen. In opdracht van anderen. Dus ja, grote... Webcare is bijvoorbeeld... iemand zegt iets over op een van de social media over een bedrijf... of stelt een vraag. Ja, of, dus wij leveren technologie om dat te filteren... om dat binnen te krijgen. Omdat indien reactie relevant is... om dat af te leveren bij een medewerker... die daar een gepast die klant helpt. Dus social media is voor ons echt wel een klantcontact. Ja. Daar hebben wij inmiddels 100 man zitten die 24x7 voor hele grote bedrijven social media afhandeling doet. Ja, waarom kunnen jullie dat beter dan anderen? Wat je ziet is dat wendbaarheid is nodig om digital succesvol te zijn. Wij werken voor wel hele grote bedrijven. Die wendbaarheid en de innovativiteit wel een uitdaging vinden. Maar wat is wendbaarheid in deze? Er gebeurt nu iets en over 1 minuut is mijn website anders. Zijn mijn mensen geïnstrueerd om daar een goed bericht op te doen via webcam. Ja. Snel reageren. Snel dingen kunnen testen. Dagelijks AB-testen kunnen doen. Dat is wendbaar zijn. Mm-hmm. Ja, en de klanten waar je het dan over hebt, je zegt erg grote klanten. Ik zie op jullie site, jullie werken voor, ik weet niet of het met dit onderdeel is hoor, maar klanten als de Rabobank, T-Mobile, PostNL, Nationale Nederlanden, KPN, Achmea, you name it. Dus echt Philips, de grote jongens. Ja, KLM. En wat doen jullie nog meer voor die klanten? Want op zichzelf het outsourcen van... webcare, met name gefocust op social media. Dat daarin onderscheid je natuurlijk niet per definitie van alle andere bedrijven die actief zijn hier binnen dit segment. Hè? Nou, er zijn of is het dan je eigen tooling die je gemaakt hebt? We gebruiken daar tooling voor die de klant hiervoor gekozen heeft. Okay. Dat kan zijn product van Salesforce die we mede verkopen. Maar als een klant een ander product heeft, dan kunnen we dat ook gewoon gebruiken. Het verschil met de traditionele contactcenters is een enorme.
Wat je in de huidige klantcontactcentra ziet, die bedrijven starten, zijn vaak mensen die volledig op het proces zitten. Die zitten achter een scriptje, ze hebben hele nauwe kaders waarin ze moeten werken. Wij hebben mensen in dienst die in staat zijn om echt problemen op te lossen. Die ook de vrijheid krijgen om problemen op te lossen. HBO plus, HBO, universitair geschoolde mensen. Het is wel grappig dat je dat zegt, want wij hebben altijd de theorie, wij hebben allebei de neiging om nogal snel, als ons iets niet bevalt, online aan de bel te trekken. Ja. Ik heb altijd de indruk dat de webcare afdelingen van veel bedrijven tegenwoordig veel meer autoriteit en bevoegdheid hebben dan de oude callcentra. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Vind ik een slechte zaak trouwens. Niet ja, dat onderscheid is raar. Dat is ook heel belangrijk. Nee, maar als je belt, dan word je afgeschreven is een groot woord, maar dat gebeurt nog wel eens. Heb je dan vervolgens, zoals hij, 30.000 volgers in je plaats, één tweet, is je probleem binnen 5 minuten opgelost. Dat is en wij zien wel, dus daarvoor zijn we dit centrum gestart, om die oude contactcenters eigenlijk op te eten. Ja. Wij zijn begonnen met webcare. Of het is een Nederlandse naam, hè, webcare. Het heet eigenlijk staat nergens anders, zou bedoel je? Het is social media engagement als je in het buitenland praat. Mm-hmm. Dus vandaar dat we die term. Het is niet een hippe term, maar dit is de internationale term. Oké, ja. Wat hoor ik nog steeds, maar dat is. Hier ligt een iPad. Oh, excuses. Ja. Hoi. Dat maakt niet uit. We gaan dus. Dus die webcare afdeling. Daar start je mee. Maar de dingen die we nu ook aan het doen zijn, is als mensen digitaal aan het communiceren zijn met een self-service systeem en ze komen er niet uit, dat we dan een escalatie bieden via live chat. En die live chat gesprekken die handelen we ook af. Maar wel met hetzelfde type mensen. Want wij geloven dat als je self-service, als je digitaal heel goed communiceert, dan hou je uiteindelijk contacten over waar je echt toegevoegde waarde doet. Dat je niet meer met een scriptje kan beantwoorden. Maar echt een probleem moet oplossen. En dat vergt totaal andere mensen als de meeste bedrijven nu in dienst hebben. Ja, maar je zegt van een van onze grote klanten is KLM. En ik verkeer, hè, ik lees overal KLM is zo goed in social media. Maar eigenlijk zijn jullie dus zo goed in social media. Samen met KLM. Want zou het niet zo moeten zijn, weet je, is het niet nog sterker als dat bedrijf, hè, als je het gevoel hebt van, ik ben, de KLM helpt mij. En niet KLM huurt een ander in om mij te helpen. Maar de klanten hebben geen last dat KLM ons... Dan is het geen zwakte van de KLM. Ik denk dat het buitengewoon KLM is de voorloper op social media. Dat is juist kracht van de KLM. Ik stel vragen, hè? Ik geef geen antwoorden. Nou, licht suggestieve vraag. In alle lijsten komt KLM echt als een leider op social media terecht. En wij zijn trots dat we een onderdeel zijn van een social media strategie. Ja. Want laten we wel wezen, alleen het beantwoorden van binnenkomende tweets in het Engels en Nederlands, want dat is wat we doen, is een onderdeel van een social media strategie. Ja. Daar zit ook een social hub bij hun intern. Daar zit ook een volledige integratie in een operatie bij. Dat is absoluut, het is de visie van KLM die we daar uitvoeren. Ik ben niet bescheiden in wat dat betreft. Ja. Wij hebben wel fantastische mensen kunnen recruteren die dit werk doen. Maar wij zijn afhankelijk toch van de strategie, de visie van onze klant. Ja, want hoe gaat het dan in zijn werk? Je zou kunnen zeggen, bedrijven met verschillende karakters, met verschillende manieren van communiceren met mensen. De ene vindt wel dat je overal moet reageren, de andere vindt niet. Ja. Dus hoe zie ik dat voor? Maar zitten er mensen bij jou die zijn team KLM? Ja. Of is er iemand die kijkt van oké, ik ben, nu komt er iets van binnen van KLM en nu geef ik wel meteen. Wij geloven niet in, zo heet dat in callcenterland, multi-client teams. Ja. Wij doen geen multi-client teams. Iedereen is dedicated bezig. Lelijk aan Nederlands trouwens, maar goed. Ja. Dedicated bezig. Toegewijd. Gefocust. Aan, ja. Gefocust nee, op gefocust één klant. Engels. Nee, maar op één klant. Ja. Want je moet het niet binnen laten komen in een team. Daar geloven we niet. Nee. Dus kan het bij jullie eigenlijk ook alleen maar bijna dat je grotere klanten hebt. Je kan eigenlijk dan niet kleinere klanten hebben. Wij richten ons bijna in onze totale breedte van onze dienstverlening richten we ons op
grote enterprise klanten. Ja. En dat zie je ook in onze klantenlijst. Wij bedienen de top van de markt. Hey, en destijds hadden we het over, je zei het al, dat is nog steeds van een deel van dingen. Welk deeltje kun je, zeg maar, automatiseren? Ja. Wat kun je met een soort van geautomatiseerde chats en misschien escaleren, zeg maar, als het niet afgevangen kan worden door een ding? En welk stuk doe je echt persoonlijk? Hoe werkt dat? Welke elementen, waarvan zeg jij van dat kan je prima geautomatiseerd doen en wanneer worden het... Worden mensen belangrijk? Als je het kan automatiseren, moet je het automatiseren. En wanneer kan het niet? Dat is namelijk wel een tricky vraag van wanneer kan het niet? Want die grens wat geautomatiseerd kan worden, schuift op. Want je kan het gaat steeds beter ook, bedoel ik. Ja, het gaat steeds beter. Je kan steeds meer in, noem even de empathische contacten, kan je ook steeds meer dingen doen. En desnoods ga je half live door gesprek al heel veel voor te bereiden. Ja. Maar toch, als je even kijkt, je begon met zelf te vertellen dat jullie je twee bedrijven die je had heel recent in elkaar geschoven hebt. Dat was een self-service company, eigenlijk helemaal gericht op die tooling waarmee klanten die contact zoeken geautomatiseerd afgehandeld konden worden. En je had een webcare company. Ja. We hebben het. Mijn mening is dat als je bedrijven in elkaar schuift, dat er is meestal ook een reden voor. Ja. Namelijk dat een van de twee zelfstandig wat minder goed draait. Nee. Of, wat het... Heren, wat hebben jullie het glas half leeg? Het is een hypothese. En ik hoor je nu toch vooral journalisten, praten. Journalisten. En ik hoor je nu eigenlijk toch vooral praten over webcare oplossingen. Dus, betekent dat er minder focus is op het geautomatiseerd afhandelen? Enorm. Dus wij beantwoorden op dit moment 100 miljoen klantvragen via onze geautomatiseerde systemen. Oké. Per jaar. Ja. Wij zijn actief in 60 landen voor ons systeem. Dat is 40 op de website, dus zijn er alweer 20 bij. Ja, wij zijn op dit moment bezig met een internationale rollout van een groot bedrijf. Okay. Wij leveren het in ongeveer alle talen die beschikbaar zijn. Wij investeren op dit moment echt letterlijk miljoenen euro's in. En is dat dan waar jullie sweet spot zit? Dat jullie zo groot mogelijk gedeelte geautomatiseerd kunnen afhandelen met jullie systemen en dat je daardoor heel duidelijk is wat je uiteindelijk nog in webcare handmatig moet doen? Ja, aardig is, wij zijn met een opdrachtgever bezig en op een gegeven moment zagen we dat 30% van de vragen relatief simpel waren. Eigenlijk gewoon een FAQ was. Ja. En zonder van je tijd. Wij gingen naar de opdrachtgever toe van eigenlijk ben je geld aan het weggooien, want je hebt hier geweldige mensen zitten die... hele simpele vragen aan beantwoorden zijn. Ga je self-service verbeteren. En met die klant zijn we online de verbeterslag gedaan om mensen gewoon online beter te helpen. Waardoor je zag dat die eenvoudige vraag minder gesteld werd. Dat is de kracht van juist samenbrengen van die verschillende onderdelen van de digitale klantreis. Die op de website of een app gebeurt, die op social gebeurt en indien nodig, ook nog op live contact gebeurt. En als je die data samenvoegt, dan ga je een enorme verbeterslag maken. Niet in werkelijk alle dingen in je organisatie. Vertel daar eens iets over. Als je die data samenvoegt, als je data hebt, kun je daarvan leren. Wat zijn, zeg maar, de dingen die jij, die jullie of je klanten, zeg maar, hebben geleerd van dit soort van analyse hiervan? Dat je, als je alleen maar vanuit jezelf redeneert. Dus als je zelf je top 5 dingen opschrijft waar verbeterd moet worden, dat het niet altijd de dingen zijn die je uit de data haalt. Mensen hebben andere vragen, andere problemen, andere dingen vragen. Dan je denkt. Ja. Als je de hele dag contact hebt met je klanten. Zeg maar. Dus wij kunnen een enorme rationalisatie maken in gewoon besluitvorming. Data-gedreven besluitvorming. Ja. En dat is wel een hele spannende. En die kan je ook nog heel segmenteren. Dus dit stuk van je klantengroep hebben dit probleem. De andere niet, maar dit stukje wel. Ja. En dat is mooi. Ja. Pak even twee dingen mee die Twitter langskomen. Marco Derksen zegt in eerste instantie moet klantcontact per definitie niet het hart van de organisatie zelf zijn. Daarna zegt hij, overigens kan ik me wel iets voorstellen bij het afvangen van de eerste lijns vraag aan een externe partij. En daarna komt een ander bij, Ludo Raats. Dus in die zin is hij wel interessant. Hij zegt, nee, de klant moet in het hart staan. Dat is
Dat is de mindset. Hoe kijk jij hier tegenaan? Bijvoorbeeld het stukje eerst van klantcontact. Wat kun je wel outsourcen en wat moet je binnen je organisatie aan? Outsourcen is niet over de schutting gooien. Laten we dat even vooropstellen. Het is altijd een co-productie. Dus aan de andere kant, qua kwaliteit maakt het niet zo heel veel uit. Nee? Of je het nou... Outsourcen heeft een negatieve... Ja, daarom. En het gaat over partnering. Het gaat over co-productie. En ik ben het eens met Ludo. Dat het gaat om de klantgedachte. Een van de aardige dingen die we bijvoorbeeld nu ook doen met al die datastromen, om de klant meer in gedachten te krijgen bij onze opdrachtgevers ook, is dat we die met narrowcasting, met allerlei schermen in bedrijven, organisaties heel duidelijk laten zien wat de thema's zijn van hun klant. Dat lijkt heel logisch, maar dat heeft een enorm effect om op strategische plaats van je organisatie de verschillende dashboards te laten zien. En dus niet alleen maar social, maar ook wat er gebeurt via de self-service, wat er gebeurt via een school te zetten. En dat is misschien ook een beetje het bruggetje voor wie live zit te kijken met het interview wat we hiervoor hadden met Cousteau. Jullie doen dus ook inhoudelijke contentanalyse op die self-service data. Dus sentimentmetingen. Ja, en is het een policy? Wij hebben met een aantal bedrijven hebben ook een koppeling om die sentimentmeting beter te maken. Want wij gebruiken taaltechnologie om sentiment te doen. En dan blijft vorige spreker vertelde dat sarcasme af en toe moeilijk is om te herkennen. Met taaltechnologie is het ook zo. Sarcasme is taaltechnologisch natuurlijk. Maar daarmee kunnen we wel een grotere, de hoeveelheid neutrale berichten kunnen we daarmee verminderen en veel nauwkeuriger sentiment scores doen. Ja. Dat is een klein onderdeel trouwens. Meten jullie ook het sentiment om een bedrijf en een merk heen, maar helemaal gericht op die klantcontact. Ja. Waar de vorige spreker van Cousteau in het algemeen op blogs en sites en nieuwsites. Wij zijn een CRM-bedrijf. Wij zijn echt CRM een customer experience bedrijf. Ja. Wat was uiteindelijk dan, ik toch even terug naar een vraag net. Wat was uiteindelijk de reden om jullie twee bedrijven samen te voegen? De synergie. En een nieuwe brand te creëren, want dat is soms ook zonde. Ja, zorg jij even dat ons glas weer half vol komt. De synergie tussen, dus wij zijn er diep van overtuigd dat je naar self-service, social en live als één geheel moet kijken. Alleen als je dat heel goed doet, dan gaat je klantervaring online omhoog. Mm-hmm. En dan kunnen we dit verhaal vertellen en dan aan de achterkant twee bedrijven hebben. Dus jullie hadden de componenten in twee bedrijven zitten, maar uiteindelijk zijn jullie toegegroeid naar de kennis en de inzicht dat het bij elkaar hoort. Er is ook een opportunistisch ding. Wij geloofden altijd dat we uiteindelijk die bedrijven bij elkaar moesten doen. Maar 5 jaar geleden waren de opdrachtgevers voor social anders dan de opdrachtgevers voor digital. En je ziet steeds meer dat wij komen strategischer praten met bedrijven, dus we komen ook niet iets hoger. Ja. En we komen dus op de plek waar die twee silo's bij elkaar komen. En plotseling hadden we dus af en toe klanten, grote klanten, waar op maandag de accountmanager van Self-Service Company kwam. Maar goed, die hadden twee petten in hun tas en die zeiden... We hadden verschillende mensen. Ja, want dat is namelijk ook wel mooi. Ik krijg een berichtje binnen ook dat Ludo dus weer de baas is van de Webcare Company. Die was dat. Nu zit hij in onze directie. Ja, maar dat is goed. We hebben graag deskundigen aan tafel, ook op de brede zin van het woord. Wellicht ook wel aardig om te vertellen hoe onze technologie, onze eigen zelfservice-technologie is ontwikkeld. Ik vertelde het vorige artikel van het is toch raar dat het moeilijk is om service te zoeken op websites, hè, waar je ergens een vraag kan stellen. Dat is denk ik 3 jaar geleden het grote thema. Ja. Wat nu het grote thema is context. Leg uit. Is het niet gek dat er geen rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke situatie als je een vraag stelt of als je zoekt op een website? En waar maakt dat in uit? Geef eens een voorbeeld. Dat doen we eerst even. Hoe werkt communicatie? Hoe werkt onze communicatie nu? Ja. Als jij een vraag stelt, dan hou ik rekening dat je Erwin bent. Dat je expertise hebt op digital. Dat we elkaar eerder hebben gesproken. Ja. Dat we eerder contact hebben gehad. Dat we hier in Amsterdam zitten. Dat het regent. Allemaal dingen die onze communicatie beïnvloedt. Ja.
En dat wordt digitaal niet gedaan. Ja, nee, praat gewoon door. Ik zat in beeld. Nee, maar dat is belangrijk. Altijd goed om beeld. Ja, dus jij deed even de regie. Ja. Ja. Context, ja, even door op de context. Contact betekent nu ook dat nu het gesprek even verandert, ja, waardoor we weer even anders communiceren. Ja. Dat gaat ook in gewoon gedurende communicatie, verandert de context soms al, mm-hmm, waardoor je communicatie verandert. Wij zagen wel van, wij moeten verder in alleen maar het beantwoorden van die klantvraag en een standaard antwoord geven. Want we merkten af en toe ook dat we mensen, en dat was al een enorme verbetering ten opzichte van een FAQ, hè? Van zo'n FAQ-lijst. Wij konden die vragen kennen en we gaven gewoon het relevante antwoord. Ja, als een paar woorden overeenkomstig waren, zei, bedoelt u dit of heeft u hier een vraag en dat kunnen we goed. Hè? Dus ja. We halen ver boven de 90% herkenning van de klantvragen, maar we waren eigenlijk niet tevreden. Ja. Dus het echte diepe effect dat van dit moet veel, veel meer kunnen. Dus wij willen verschillende antwoorden hebben voor dezelfde vraag. Dus als jij een vraag stelt, maar je hebt totaal andere pagina's zien als ik die precies dezelfde vraag stelt, ja, maar die gewoon aankomt op de website, heb jij waarschijnlijk een andere antwoord. Ja. Dat is voor de meeste kennissysteem, want uiteindelijk gaat het om kennis, hè, was het heel ingewikkeld. Dan moet je heel veel IT-werk doen. Wij hebben een systeem gemaakt dat het enorm simpel is om een antwoord te definiëren en daar context bij te voegen. Dat gaat naar echt het is slepen van context bij een antwoord en dan in die context wordt gewoon dat antwoord getoond. Een enorme stap voorwaarts. Dat platform, dat heet Digital CX, hebben we donderdag gelanceerd. Ja. En we hebben het ook allerlei lessen die we de afgelopen 10 jaar hebben gedaan op basis van natuurlijke taalherkenning, dus de herkenning van een vraag, hebben we ook in het systeem gestopt. Dus je hebt totaal geen kennis meer nodig over taalkunde om zo'n systeem in te richten. Waardoor we ook de implementatietijd kunnen halveren met die systemen. We kunnen ook veel makkelijker met partners werken om onze technologie te verkopen. Dus als je praat van wat is focus, wat is spannend, dit is wel heel spannend. Hey, maar dat is ook heel, lijkt me, het is in die zin zijn de problemen ook overeenkomstig met zeg maar, het gesprek hiervoor met Cousteau. Bij Cousteau gaat bijvoorbeeld, een van de elementen is zeg maar, sentimentanalyse. Jij zegt, we moeten die context beter leren begrijpen, maar dat maakt het ook meteen heel erg complex. Ja, en wij hebben het heel simpel gemaakt. En hoe doe je dat? Door, dan zou ik eigenlijk een demonstratie moeten geven van de achterkant. Ja. Je kijkt eerst naar klantreizen. Van wat voor dingen doen klanten nou op mijn website? Daarna ga je definiëren welke contextvariabelen zijn er belangrijk voor welke klantreizen. Ja, de context is altijd wel binnen die digitale omgeving. Hè? Binnen die digitale omgeving. Want als je kijkt in de reviewwereld, daar moet ik even aan denken. Het maakt nogal, hoe moet je een waardering voor een film zien? Die is relatief, hè? Die is afhankelijk van wat je daarvoor hebt gedaan. Ja. Die is afhankelijk. Hè? Dus een 7 is in een andere setting misschien eigenlijk wel een 9 waard en andersom. En dat is ook allemaal een soort contextachtige elementen. Probeer jij op die manier ook nog meer van je klant? Ja, is context ook, wie is hij, uit welke situatie? Is het een gezin, is het een eenpersoon? Ja, juist. Net zoals je de hele eenvoudige ding van je komt een winkeltje binnen en de winkelier past zijn communicatie aan. Ja. Of je alleen bent of met een kind of wat dan ook. Ja. Dat proberen wij ook te doen. Wij proberen ook gebruik te maken van allerlei dynamische profielen. Want je kan op een gegeven moment ook profielen opbouwen van iemand die op een website is. Dan kan je zeggen, oké, dit is iemand die waarschijnlijk geïnteresseerd is om televisies te kopen. Ja. En als die dan vraagt van hoe gaat het met de levering van het product, dan weet je, oké, maar het gaat over televisies. Het is waarschijnlijk toeval, maar ik zit toch ook, er zijn een paar bruggetjes uit het vorige gesprek. Ja, met Cousteau, voor wie live zit te kijken heeft het misschien net gezien, anders even opzoeken op de website. Het ging heel erg over het meten van alles wat er op social gebeurt, de sentimentanalyse rond merken en bedrijven. Jullie zitten echt in de CRM. In het vorige gesprek kwam heel erg naar voren. Er was een interessant onderwerp, vond ik, dat je uit die sentimentanalyse rond een merk ook heel veel leads kunt halen. Dat proberen jullie natuurlijk uiteindelijk ook. Ja. Met de context en weet je wel, wat hebben mensen al gedaan bij dat bedrijf. Ja. Gebruiken jullie dan ook weer tooling zoals Cousteau heeft om
zeg maar, de sociale accounts van de mensen die weer in jullie digitale omgeving komen te koppelen, zodat je misschien die leads en dat sentiment allemaal weer kunt bundelen tot een profiel waar degene die uiteindelijk aan de telefoon misschien die meneer aan de lijn krijgt iets mee kan? Ja. Wij gebruiken soortgelijke systemen om een social beeld te krijgen van iemand. Maar die koppelen met een CRM-profiel. Als iemand ingelogd is, gaat het natuurlijk al wat simpeler. Ik vind het altijd intrigerend van de buitenkant, want ik ken het alleen maar als klant. Ja. Ik bel wel eens. En als het goed is, merk je niks van. Maar gebruik je bijvoorbeeld ook al, want we hebben ook dat soort mensen aan tafel gehad van Voice uit Groningen, die over de Voice over IP-systemen. En vertelde wat je daar tegenwoordig allemaal mee kan. Zit dat ook al in jullie propositie bijvoorbeeld? Dat je gelijk op basis van nummerherkenning en databases alles aan elkaar koppelt. En de telefoon gaat en weet, bam, dat is meneer Jansen, die is belangrijk. Want die heeft de afgelopen 2 jaar voor 27.000 euro gekocht. Maar hij heeft gisteren wel op Twitter iets vervelends over ons gezegd. Is dat haalbaar, zoiets? Dat zit in het ambitieniveau. Ja, maar daar gaat het wel heen. Dus ja, absoluut. Als het maar relevant is voor een klant. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Het aardige is wel dat als je praat over context. Wij kwamen natuurlijk van Q&A. Dus je had een vraag en je had een antwoord. Ja. Daarna gingen we Q-dialoog antwoord doen. Ja. Dus je gaat ook... Wil je chatten, klik hier. Je gaat chatten, maar dat doen we geautomatiseerd. Ja. Nu gebruiken we context, waardoor je soms die dialoog helemaal niet nodig hebt. Dus je gaat een vraag stellen en je krijgt gelijk een gericht antwoord. Mm-hmm. Maar als je heel veel context hebt, dan hoeft die vraag helemaal niet gesteld te worden. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Ja, ja. Want dan gaan we je gewoon een antwoord geven voordat je een vraag hebt gesteld. Ja, dan gaat die meneer bellen. Of je gaat die meneer bellen. Ja. Of dus er gebeurt context en je gaat dingen doen. Nou, als je praat over context en daar proactieve communicatie op loslaten, is de volgende stap van ons bedrijf. Wij zijn nu bezig met een aantal projecten, waaronder in China, in Singapore. Waar we gezondheidsdingen gaan doen. Op basis van, nou, dit is een wearable. Ja. Die geeft allerlei, even sensordata, geeft context af. En je gaat mensen coachen op basis van lifestyle coaching. We zijn nu projecten aan het bespreken met farmaceuten om mensen meer medicijntrouw te laten zijn, door ze te coachen op basis van een context waarin ze zijn. Want er is een context natuurlijk waar medicijntrouw afneemt. Nou, op basis daarvan gaan we dan via mobiel proactieve berichten sturen. Ja. Proactief die dialoog aan te gaan. Hey, en dat is spannend. Ja, maar is spannend. En als ik er even over nadenk, snap ik dat het voor jou een heel logisch ding is in wat je doet. Tegelijkertijd denk ik, dat moet je ook wel weer uitleggen aan je klanten, waarom het eigenlijk in het verlengde ligt van wat je al aan het doen was. Het is een... Dus je gaat dit... dit is een... toepassing van ons technologieplatform. Ja. Dus waar we van. Dus wat heeft ontwikkeling. Wat heeft ons bedrijf als ontwikkeling gehad? Wij maakten applicaties. Virtuele medewerkers, personages die vragen en antwoorden stellen. En we hebben nu een technologieplatform waar je applicaties op kan maken. Ja. Dat is wel echt een verandering in. Zegt ook wel, wij zijn eigenlijk ook steeds meer waar je in eerste instantie eigenlijk het bedrijf was. Had nog steeds heel erg niet alle dingen soms waren geautomatiseerd, maar dat contact zeg maar, van klant en bedrijf heel erg had, waar ook een persoonlijke element voor een belangrijk deel in zat. Zeg je eigenlijk, positioneer jezelf nu ook als technologie, nog meer dan ooit als technologiebedrijf? Een onderdeel van ons is een heel duidelijk technologiebedrijf. Maar we bieden ook in ons bedrijf services aan. Wat ik er fascinerend aan ben, jullie worden natuurlijk. We zijn heel snel toegegroeid naar een data-analyse, big data company, hoe je het ook wil noemen. Hoe je het ook wil noemen, ja. Die op basis van die data en de analyse daarop een hele goede dienst kunnen leveren aan bedrijven. Ja. Is het daarom ook niet heel logisch dat je zult zien dat dit soort dingen steeds meer geoutsourced gaan worden? Een gemiddeld bedrijf kan en wil daar niet in investeren, want het is universeel, maar het is... voor elk bedrijf nuttig, maar vereist natuurlijk enorm veel investeringen in kennis en systemen. Ja, en hoe zie jij de toekomst daarin? Of denk jij dat op een gegeven moment de grote bedrijven dit toch wel weer naar binnen zullen halen? Wat is dit? Nou ja, de diensten die jullie leveren. Het is aan de ene kant heel strategisch, aan de andere kant is het zo specialistisch. Ik geloof dat bedrijven steeds dieper onze technologie gaan gebruiken.
Het aansturen van onze technologie zal onze klant steeds vrijer zijn om, in de keuze om het door ons te laten doen of door het zelf te laten doen. Mm-hmm. En wij vinden allebei goed. Nou, dat hoeft voor de toekomst van jouw bedrijf natuurlijk niet uit te maken. Nee. Wij geloven wel dat je kan verschrikkelijke toepassingen maken van briljante technologie. Dus de mensen maken technologie succesvol. Ja. Dus wij willen absoluut altijd een deel blijven hebben die gewoon succesvolle implementatie maakt van ons technologieplatform. Aansluitend daarop, de mens, Marco Derksen, zegt ik zou dat als klant zelf willen kunnen sturen, beslissen of ik iets wel wil of niet wil. Ja, kan ik ook dingen uitzetten? Dat kan. Er is een spraakverwarring. Onze klanten of de eindklanten. Ja, maar dat ik zou zeggen, ik geef in dit geval alleen maar door. Ik kan het ook niet... Dus onze klanten hebben... Dat is bijvoorbeeld ook... Als je kijkt hoe wij verhouden met Google. Want Google heeft natuurlijk ook... Kan je ook op je website zetten. Kan je ook alle contextuele informatie doen. Maar die kan je niet sturen ten opzichte van je eigen bedrijfsdoelstellingen. Nee. Dat kan je met ons systeem wel. Dus je kan contextueel communiceren met je eigen doelstellingen. Dus als bedrijf zit je aan de knoppen. Als consument moet je dingen uit kunnen zetten. Absoluut. Ja. Door sowieso niet in te loggen. geef je natuurlijk sowieso heel veel dingen niet prijs. En ik geloof dat je altijd voorzichtig moet zijn met hoe je data gebruikt. Hoe je data opslaat. Wij zijn overigens wel een cloud. Vorig gesprek was een andere firma dan Microsoft Azure. Wij hosten op Azure van Microsoft. Omdat we juist die ultieme schaalbaarheid willen hebben. Ja. Even nog Marco verduidelijken. Hij zegt, ik bedoel de eindklant die niet wil dat zijn data gebruikt wordt. Nee, dus ik vind ook dat hij dat uit moet zetten. Ja. Moet kunnen zetten. Oké. Okay. Hey, als ik... Nu aan jouw vraag, waar ben jij nou nu het meest trots op wat jullie doen? Aardig was dat donderdag hebben wij een lancering gehad van Sales Company. Ja? Eerst voor klanten en relaties. S'avonds hadden wij een feest met onze medewerkers. We zijn inmiddels gegroeid naar 250 man. En, dus je kent ze allemaal niet meer? Ik ken ze... Ik moet echt wel mijn best doen. Ja, maar ik heb een ondernemingsraad. We hebben een ondernemingsraad, wat ik toejaag. Dat zeggen ze allemaal. Ik geloof dat ondernemersraad met snorrenpetjes en actie-t-shirts, dat een beetje ouderwets is. Dus eigenlijk weer betrokken medewerkers. Betrokken medewerkers die zich organiseren in een raad. En ik zag die mensen vol energie voor mij staan, die uitstraalden dat ze het zo gaaf vonden. Ja. Om bij ons te mogen werken. Ik vind het ongelooflijk dat je zoveel mensen hebt die hun tijd, passie, intelligentie, creativiteit met ons willen delen. Ja. En dat is wel. En ik geloof dat elke ondernemer stiekem geeft veel meer energie dan een waarderingscijfer. Ja. Hey, 80 klanten over 17 landen. Ik moet een beetje synchroniseren. Het is inmiddels dus veel meer dan 80 klanten over 60 landen. Over 60 landen met meer dan 100 miljoen klantinteracties per jaar. Dat is dan inmiddels ook 200 miljoen. Nee, 100 miljoen heb ik gezegd. Oké, okay, ja, dat die staat er wel aan. Wat is jullie doel? Waar staan jullie eind van dit jaar? Eind van het jaar? We hebben de afgelopen jaren hebben wij onze... we bestaan 10 jaar. Eerste 4-5 jaar waren we in die Fast 50 lijst met enorme groei. Toen zijn we even vlak gegaan. En dat is voor een bedrijf als het onze heel pijnlijk, want je rekent toch op groei. Ja, en met extern geld. Dat is financieel verschrikkelijk. Ja, dus, extern geld extra lastig? Dat hebben we nooit gehad. Oké, okay, maar financieel was het verschrikkelijk, zeg je? Ja, dus we hebben maanden geen als ondernemers hebben we maanden geen salaris gehad. En, moeizaam. Maar we hebben de weg terug gevonden en de afgelopen 3 jaar zijn we elk jaar verdubbeld. Oké. Okay. Vertel daar even iets kort over. Hoe heb je de weg teruggevonden? Door goed te kijken waar het mis ging. En het ging vooral mis overigens in onze buitenlandse expansie. Wij hebben echt heel veel geld verloren in Duitsland en Engeland. Doordat het gewoon niet snel genoeg ging. En er waren forecasts afgegeven die wel die groei hadden. En we hadden al personeel aangenomen om die groei
mogelijk te maken. Ja, want we wilden snelheid, want we wilden niet wachten totdat... Ja, maar die forecast die maak je zelf? Die forecast maak je zelf samen met je team in die landen. Maar wat maakt dat dan als concreter? Weet je wel, wat hebben jullie dan fout gedaan? Is het overenthousiasme? Te snel willen groeien? Ja, en dat die markten echt wel taai zijn. Dus de taaiheid van gewoon buitenlandse markten... is best wel, dat moet je niet onderschatten. Ja, hoe je dat de vanuit... cultuur dus, andere cultuur. Andere cultuur, maar ook Nederland, en dat vergeten we wel eens met z'n allen, Nederland is best wel ver vooruit ten opzichte van bijna alle landen om ons heen. Ja. En we klagen allemaal dat het ja, innovatie klimaat... We horen dat veel hier aan tafel. Nee, maar goed. Weer even vorige spreker, zo'n Cousteau, dat een bedrijf in zo'n niche in toch... social media, zo hard kan groeien in Nederland, betekent dat we best wel een goede adaptie hebben van technologie. Ja. Dat wij als, en zonder financiering, en dat wij inmiddels nu ook zijn gegroeid naar, met 250 man. Nog even terug naar het moment, want dat intrigeerde jou ook. Van je zit ergens, ga je helemaal de mist in. Ja, sorry. Je gaat helemaal de mist in. Engeland en Duitsland, één grote floppen, bakken met geld eruit. Dus toen hebben we 40% van ons personeel moeten ontslaan. Ja. Wat, nou, als je het is het ergste wat er is. Als je bedenkt wat mijn grootste trots was. Dat was een grote nederlaag voor jezelf, heb je het misschien ook zo enorme gevoeld, nederlaag. Ja? Ja, daar lig je wakker van. Ja. Ja. Wij riepen ook overal over onze enorme groeiplannen dat ons ging lukken. Dat we in Amerika gingen starten. Dat we, de sky was the limit. Dat ging even niet door. Ja. De stoere verhalen die we in de media, die ik... Maar hoe krijg je dan de energie terug in je bedrijf? Nou, overlevings... Want je ziet het dan heel vaak aflopen, hè? Dan gat in de ballon, lucht loopt eruit. En dat, op een gegeven moment hoor je dat ook om je heen, hè? Van, ze hebben wel momentum verloren. Het is toch niet helemaal goed gegaan. Ja. En dat is wel in Nederlands trouwens. Ja. Zeker als je dan heel hard schreeuwt ook dat je de wereld wil veroveren en het gaat even mis. Ja. Dan zijn er natuurlijk wel veel mensen die zeggen van, zie je wel met je grote bek. Dat heb je wel en daar moet je wel tegen kunnen. Maar wij waren wel absoluut overtuigd van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij zagen ook dat onze huidige klanten zeer blij met ons zijn. Waren en zijn. Dus je dacht, daarvan moet hij dus meer. Hè? Dus het moet gewoon lukken. Ja? We hebben wel een financiële man erbij genomen. Want er is natuurlijk ook wel een probleem hier op een rapportage dat je dit overkomt. Ja. We hebben geïnvesteerd in meer commercie. Dus we hebben ook wel een aantal dingen, zijn we harder in gaan investeren juist. Ja. En toen heb je het gewoon nog een keer geprobeerd, want ik zie nu dat je een kantoor in Engeland en in Duitsland hebt. Dus... Nee, maar Engeland en Duitsland hebben we niet gesloten trouwens. Dat hebben, dat hebben we ook door laten gaan. Wel door laten gaan. We hebben dat je dan weer die groei te pakken krijgt. Wij zaten toen ook overigens in een financieringsronde. Dus we hadden een aanbod wat geweldig was, hadden we afgewezen. Want het voelde niet goed. En toen klapte onze omzet in elkaar. En toen was, geloof ik, onze waardering gedeeld door 10. Toen zijn we, en dat is even een bless in disguise, toen zeiden we ook van Nederlandse stream is fuck it all. We gaan het gewoon toch redden. We gaan geen financiering redden. We gaan het zuinig aandoen. We gaan het gewoon redden. En dat hebben we gedaan. Dus nu zijn we met een omvang. Terwijl we nog steeds zonder VC-geld zitten. Ja, en even voor de duidelijkheid, we hebben het over een korte periode van 2,5 jaar. Ja, dus dat was 4 jaar geleden. Maar zo snel kan het dus ook weer omhoog gaan. Ja, zo snel kan het, zo relatief is succes. Ja. En wij zijn ook wel nu van, wij hebben nu zo'n momentum in het bedrijf, zo'n energie in het bedrijf, maar ook gewoon plotseling... Nu werken we voor een onderdeel van British Telecom. We werken voor T-Mobile in Oostenrijk. We werken voor FedEx in die 60 landen. Ja. Dat zijn zulke enorme... Voor KLM doen we leuke dingen. Voor Philips doen we leuke dingen. Dat zijn plotseling wel echt klanten die je op een hoger niveau brengen.
Hey, ja. En er wordt bevestigd overigens ook op Twitter, behalve door Ludo, die zijn het er helemaal eens. Ja, mededirectielid. Ja, maar goed, die zegt van mensen... Biased. Ja, maar ja, weet je wel, hij had nu ook iets anders kunnen doen, laten we even eerlijk zijn. Weet je wel. En hij zegt ook van mensen die met veel plezier naar je werk komen, is de grootste beloning. En kennelijk, tenminste ga ik even vanuit, een van jullie werknemsters, Maartje Drog, die zegt, het is ook een geweldig bedrijf om voor te werken. Hashtag proud employee. Nou ja, die wil je wel weer uit je... Mooie afsluiting, toch? Die wil je wel uit je webmonitor, uit je webcare. Terwijl zij nu druk bezig is met allerlei dingen in Kazachstan, waar we... Waar zijn die Eurogames? Baku. Baku. Azerbeidzjan. Ja. Daar is ze nu druk bezig om allerlei social media op rapportage te doen. Goed, okay, ik kan nog beter afsluiten. Dan zou ze nog beter afsluiten. Want, wat is er dan? Nou, Patrick, ik weet niet helemaal goed of ik de achternaam goed spel. Maar in ieder geval, Rancuret, zie ik hier staan. Zegt, interessante avond. Marco Dex zegt, mooie gesprekken met Twan Verheul en Dirk-Jan Dokman bij FMT vanavond. Hij zegt, word lid van Fast Moving Targets. Kijk, dat bedoel ik. Dat zijn nog eens de afsluiters. Hoeven we het zelf niet meer te doen, dus volg Marco Derksen. Maar dan wil ik een ander verhaal nog even vertellen, want twee dingen. We zijn vandaag begonnen met internationale initiatief, de Innovation Station. TIS.tv is het URL wat we daarvoor nog hebben kunnen bemachtigen. Dus dat is een URL-shortener hebben we eigenlijk niet meer nodig. Korter dan dit kunnen we het niet doen. En dit boek is sinds vorige week uitgebracht. Gaat over 25 jaar internet in Nederland. 50 toppers van de echte pioniers van het begin tot mensen die nu bij plekken als Facebook werkzaam zijn. Ik persoonlijk vind het belangrijk dat we de recente geschiedenis goed vastleggen. En Peter Olsthoorn heeft dat wat mij betreft in dit boek heel erg goed gedaan. Dan moet ik nog even één ding wel erbij zeggen. Als je nou FMT-lid wordt, dan krijg je die boeken gratis, toch? Papieren boeken niet, hè? Dan krijg je digitale boeken. Maar voor een tientje korting heb je al meteen je eerste maand er alweer uit. Hè? Dus als je nu lid was... Dit kost nu, inclusief verzendkosten, 25. En als je lid bent... Maar krijg je niet, je niet, dat is niet ja, papieren boeken, kom op. Er is een grens. Weet je, digitale dingen kun je weggeven. Okay. Maar papieren dingen, dan moet het erin. Okay, dan had ik het verkeerd begrepen. Maar dan alsnog. Ja. Tientje korting. Kan je allemaal terugvinden op de site fastmovingtargets.nl. We besluiten deze avond met het bedanken van... Stef van der Ziel, kijk overigens ook nog eens een keertje naar de nieuwe app die hij vorige week gestart is. Ik dacht dat het aardbevingsmeter.nl. Ja, hij komt uit het noorden en is eigenlijk met een heel mooi initiatief bezig van hoe kun je al die apparaten van ons bij elkaar gebruiken om te monitoren wat er met die aardbevingen daar aan de gang is. Maar zijn eerste belang is het verzorgen van goede livestreaming. En dat doet hij deze avond. Zoals iedere dinsdagavond. Fastmovingtargets.nl is het URL. YouTube kun je ook alles terugzien. We zijn er iedere dinsdagavond. In ieder geval dit seizoen tot en met de 23e. Hou het in de gaten, want je bent hier heel erg welkom. Dan in de waag, dan weer met publiek. Dank. Dag.